Ook de Italiaan Andrei doet een poging zich te kwalificeren. 19,60 meter is de grens. Andrei heeft een buitengewoon sterk seizoen achter de rug. En dat betekent een gevaar voor de Amerikanen die ook al de discuswerpen hebben verloren. En Andrei plaatst zich met 20 meter en 10 centimeter. De Italiaan is dit jaar heel sterk omhoog gekomen met kogelstoten. Tot 21,50 meter. En hij is een zeer gevaarlijke outsider. Net al min of meer getipt als kanshebber. Hij maakt het hier waar met 20 meter en 70 en 97 centimeter. Voorlopig eerste. Andy Spots of the British team. Maintenant, l'équipe. Scoreboards A and D show the current progress in the high jump. Jumping up to meters 31. Maar hij stoot 21-26 in zijn derde poging in een wedstrijd waarin de Nederlander Erik de Bruin als achtste is geëindigd. Een goed resultaat, een beetje in de stijl van Stalman die Olympisch kampioen werd met meer dan 65 meter. Italiaan Andrei is de sensatie van het kogelstoten met 21-26 en 20-97. Dit wordt zijn vijfde poging. Weer heel aardig, deze vijfde. Dat is geen scheerzeep. Hij is niet tevreden trouwens. Die weer. 20-92. Maar hij staat wel één in het klassement. De Amerikanen dreigen hier een pijnlijke nederlaag te gaan oplopen. Al die krachtnummers. En het lijkt me toch dat dat met bepaalde middelen te maken moet hebben. 2 meter 40, 7, 10 and a half. Which is cleared, would constitute a new world record.